Zo, een heel korte tip over de manier waarop ik schermopname maak op mijn computer. Met Apple Mac computers is het zo dat er wordt standaard QuickTime meegeleverd. En met QuickTime kan je heel eenvoudig schermopname maken. Om QuickTime te starten met de Command Spatie open je Spotlight. Daar typ je gewoon QuickTime. Dan zie je direct aangevuld met QuickTime Player. Dan zie je ook meteen het icoontje waar je naar op zoek zou moeten gaan als je hier via programma's te werk gaat, dus dit icoontje. Als je QuickTime vervolgens opent, zie je hier linksbovenaan dat QuickTime momenteel actief is. En dan kan je bij archief nieuwe schermopname. Bij mij is het nu momenteel uitgegrijsd omdat ik al een schermopname aan het maken ben. Maar hier via nieuwe schermopname kun je dan krijg je een pop-up waar je nog op record moet duwen. En vervolgens nog klikken in het scherm of een selectie maken in het scherm om de opname effectief te starten. Van zodra de opname gestart is, zie je hier dan het icoontje waarbij je de opname kunt stoppen. Wat ik nu ook zal doen. Bedankt voor jullie aandacht.